Wij weten over een uur wie het Young Talent van 2017 wordt. Roel Timmermans, 33 jaar en nu werk ik dus inmiddels alweer 2 jaar op de afdeling Capital Markets bij Cushman & Wakefield. Nou, mijn naam is Jelle de Wilde, ik ben relatiemanager bij ING Real Estate Finance. Ik ben Frank Verwoerd, 28 jaar, werkzaam bij Dynamis als Research Manager. Ik denk dat het allereerst goed is om te zeggen dat volgens mij de vastgoedmarkt in Nederland al hartstikke professioneel is. Wat wel zo is, is dat de IVBN, onze belangenbehartiger van institutionele beleggers, niet voor niks als doelstellingen heeft om nog professioneler te worden. Dus de vastgoedbeheerder van de toekomst, dat moet of een enorme whizkid worden, of we moeten hele goede property management dashboards hebben die ons daar heel goed bij helpen en die data, die enorme berg data, structureren en daar de juiste conclusies aan weten te verbinden. Jelle, dan is het jouw beurt. Jij hebt ook 2 stellingen gemaakt. Juist als je deze data samenvoegt, kan je veel beter de data structureren en ook beter analyses op loslaten. Waardoor je veel beter kan voorspellen wat er met de prijsontwikkeling van vastgoed gaat gebeuren. Ook risico's kan inschatten, maar juist ook kan inschatten van, joh, behalve de risico's, wat zijn de kansen? Ik had nu telkens het gevoel dat het heel erg vanuit het maatschappelijk belang werd gedaan. Maar er zit gewoon een heel groot financieel belang bij. Die hoor ik te weinig, wat mij betreft. Nou, er zit zeker ook een groot financieel belang bij. Ze gaan niet meer 200 vestigingen overal plaatsen in elk klein dorp, gemiddeld groot gemeentetje. Nee, ze kiezen een aantal locaties, simpelweg omdat ze via verschillende kanalen de consument proberen te bereiken. Het omnichannel. We moeten denken aan krimp. En dat is lastig, maar dat moeten we zeker doen. Volgende stelling graag. Vind je de vastgoedmarkt transparant? En 9 van de 10 mensen zegt daarbij, ja, ik vind de vastgoedmarkt in Nederland zeker wel transparant. Dat vind ik gek, want ik vind zelf niet. De Young Talent 2017 van Yardi Vastgoedmarkt is geworden Frank Verwoerd. Ik denk dat we wederom een hele goede en een hele terechte winnaar hebben. Een winnaar die zowel de kennis, marktkennis heeft, maar dit ook koppelt aan een hele sterke persoonlijkheid. En dit is duidelijk iemand waarvan wij verwachten dat deze persoon in de toekomst ook de potentie heeft om door te groeien naar een leidende rol binnen de Nederlandse vastgoedsector. Frank, wat ging er door je heen toen je het won? Ja, fantastisch gevoel natuurlijk. Je kijkt je zeker naar uit. In eerste instantie vond ik het heel leuk om mee te doen. Dat je de finale haalt is helemaal fantastisch. En dat je hem ook nog eens wint, dat is ongelooflijk. En ik heb het als een zeer leerzaam proces gevonden. Zeker de blog schrijven was voor mij helemaal nieuw. En dat is leuk om te leren als het ware. En ik ben dus ook blij met de check om bij de ASRE aan de slag te gaan.